Thank you.
Kolo amoni yo, atamui atabuto yebaka.
na lingomba na masia Kolo amoni yo Miso na nzambe sena yo Makamba malamu yo salaka Kolo amoni yo Makamba mabepe yo salaka Kolo amoni yo Kakita kita mape ya kana yesu Kolo amoni yo Miso na nzambe sena yo Makamba malamu yo salaka Kolo amoni yo Makamba mabepe yo salaka Kolo amoni yo Kakita kita mape ya kana yesu Kolo amoni yo Miso na nzambe sena yo Tambola tambola kana mokilo ebaka Kolo amoni yo Kana mui atakuto ebaka Kolo amoni yo Kira kita kita mape ya kana yesu Kolo amoni yo Kolo amoni yo Kakita kita mape ya kana yesu Kolo amoni yo Miso na zambe sena yo Beteli yes Amen Amen Zambi Azamala. God is goed. Nabondeli. Krabede. Yahweh, na yina presence na yo, na autorisation pesinga, na yana liboso ya peuple na yo. God est convoré. Oui. Pointe, olobike, wuta na tango na kala. U zei in het begin. Gebruikt uw mensen alleen als instrumenten voor uw woord. Ik sta voor uw volk als een instrument. Zodat ik het woord kan delen die u in mijn hart heeft gezet vandaag. Met de kracht die u mij heeft gegeven. Jaag ik alles weg wat van de duivel komt. Heilige Geest van God, wilt u alsjeblieft in ons zijn en samen met ons zijn? Wilt u alsjeblieft het woord met ons delen? Amen. 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 Het is een zegening voor ons. Amen. Amen. Dat is een zegening voor ons. Maar kom. Maar condition, ya klimaat, ya mboka, toa mukilezali kopesa na kanzia malamute. Maar door de corona, ja, zijn we niet meer in de buurt. Ja, maar dat we elkaar dus niet kunnen groeten. Maar bezig zijn is dat. Halleluja. Amen. Maar dat we elkaar bezig zijn is dat. Maar bezig zijn. Kussen. Kussen. Oh, kussen. We kunnen elkaar geen kussens geven. Amen, hè? Kom met ze dus alleen die boos. Zoals ze eerst uitkwamen. Nicoelo, die marche het boos. Ja, amen. Ja, moet toch troe en bama. Normaal gesproken is het de eerste zondag van het jaar. Dus dat we elkaar omhelzen. Maar door de regels gaat dat zo. Maar waar je dan ziet, zwaait dan naar elkaar. En dan gelukkig nieuwjaar. Halleluja. Amen. Amen. God is goed. Kondi malabiso, ons geloof is altijd met ons. Amen. 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 Ik geloof dat ons geloof in ons zit. Als we geen geloof hebben, dan zijn we eigenlijk geen mensen meer. God heeft vandaag een message om naar ons te kijken.
om te kijken naar de gemeenschap van God. Message is dirigé pour la église corps de Christ. Het is voor dat dit boodschap is eigenlijk voor de gemeente. Dus wij die hier zijn en de mensen die live kijken. De boodschap die God ons heeft gegeven is voor het gemeenschap van God. En de andere mensen van de andere gemeenschap. Het is nodig zodat we ons leven kunnen verbeteren. Amen. Amen. We hebben een message die God ons heeft gegeven. De eerste dimanche van de maand en de jaar. Van de eerste zondag van het jaar. En ze hadden titulé Le Courage. Le Courage, Le Courage. Le Courage. Ja. Message aan de loop. Maar vandaag. En ze hadden titulé Le Courage. Gaat niet over. Le Courage, wat zijn we? Le Courage, ik kan niet. Sterk zijn. Sterk zijn, ja. Le Courage. Ja. Il y a un message et je l'ai dirigé dans le monde entier, les cinq continents, dans les quatre conquis. Amen. Ik wil eigenlijk een beetje praten over het verhaal van de kinderen van Israël. Ze waren in een slavernij. 400 jaar. Ja, souffrance. Waar ze aan het lijden. Maar toen de tijd aankwam, hoorde God hun gehuil. Zodat hij hun uit slavernij kon halen. Maar moest iemand zijn die hun kon bevrijden met het woord die hij tegenover de farao zag. Want ja, de farao was best wel krachtig om tegen hem te praten. En om naar jou te luisteren. Maar door Gods goedheid had hij iemand uitgekozen, Mozes dus. Die hij als bevrijder had uitgekozen. Om het te horen, om eigenlijk te vechten tegenover de farao. Zodat hij de mensen uit Israël kon bevrijden. Ik heb het even kort samengevat. Boodschap kwam aan bij de Hebreeën. Ze waren heel blij. De papa naar Nederland eindelijk. Ze zeiden eindelijk. Halleluja. Abia, afijn. Ze waren blij, eindelijk. We zijn vrij. Goede boodschap. We zijn vrij. We zijn eindelijk vrij. We worden bevrijd. Na al dat lijden. Waren ze heel erg blij. Maar ze wisten niet dat. Waar ze waren. Om naar uit dat land te komen. Om naar het goede land te gaan. Wisten ze niet waar het precies was. Maar ze waren toch blij. Ze waren voorbereid. Of ze gingen zich voorbereiden. Volgens de wet van God. Moesten ze niks achterlaten. Ze moesten alles meenemen. Ook de dingen van Egypte. Dat hadden ze gedaan. Ze hadden hun dingen gepakt. Zoals God dat tegen hen had gezegd. Desert. En gingen ze richting het woestijn. Alleluia. Amen. Naar desert. In het woestijn. Maar, maar ze vroegen zich niet af. Of er in ons tijd nog huizen zijn, of er kleding eten is. Zijn er winkels daar? Is daar water? Ze waren te blij. Want ze gingen uit het lijden. Om vrij te zijn. Ze waren blij dat ze vrij waren. Ze gingen naar de woestijn. Want het is eigenlijk onze thema nu. Maar het gaat ons brengen naar het thema. Halleluja. Amen. Maar obstakel. Er was al een eerste obstakel kwam. Men rouge. Rode zee. Ze waren zo blij. Je pense. Alléluia. Je pense. Er waren goede Egyptenaren. Die moed gaven aan de kinderen van Israël.
De Hebreeuwen. Ze gaan moed. Ondanks dat we niet weten welke kant we gaan. Courage. Moed. Heb moed. Heb moed. Courage. Courage. Ze gingen hen aanmoedigen. Courage. Ja, ze gingen hen aanmoedigen. Halleluja. Ja. Amen. 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 Ze gingen Ze waren heel blij. Was het moed eigenlijk een beetje naar beneden gegaan? Ze hadden niet meer zoveel moed. Hoezo komen we mee bij de zee? We hebben geen bootjes, we hebben helemaal niks. Toen gingen ze weer naar. We hebben liever dat we eigenlijk gaan rijden dan dat we via de zee moeten gaan. Maar uiteindelijk. Ging Farao eigenlijk achter hun aan, met soldaten, paarden, etc. Ze zagen dus dat de Egyptenaren aankwamen. Ze wisten eigenlijk niet wat ze moesten doen, want we hadden alleen gaan. Ze waren heel verdrietig geworden. Halleluja. Amen. En ze kwamen uit aan de andere kant van de zee. Amen. Amen. Het is heel moeilijk. Als iemand jou moed geeft, maar niet weet wat daarvoor is of wat aankomt. Het is zoals mensen die rennen. Er zijn heel veel mensen die geven moed. Je moet nog 5 kilometer. Blijf moed hebben, je moet nog 5 kilometer gaan. Maar jullie weten niet wat hij kan, wat er kan gebeuren. Je geeft hem alleen maar moed. Je bent hem alleen maar aanmoedigen. Onze boodschap van vandaag. God zegt, heb moed. Heb moed. Ik die hier ben. Waarom moet God ons aanmoedigen? God wil dit tegen ons zeggen. In 2021. Satan die was er in 2021 en hij is er nu ook. Hij volgt ons. Hij is ook hier in 2022. Hij is niet achtergebleven in 2022. Alle demonen die zijn ook naar 2022 gegaan. Die zijn niet achtergebleven. Dus je moet moed hebben. Ze gaan jou blijven aanvallen. Ze gaan jou blijven aanvallen. Ze zijn niet achtergebleven in 2021. Ondanks dat je blij was, ondanks dat je zijn gelukkig nu al jaar. Ondanks dat je blij bent, we hebben God aanwezig. God zegt moed. In 2022, want staat dat
Maar ze zagen toch wel vijanden onderweg.
om uiteindelijk in het beloofde land, God had hun aanmoedigd. Hij zei, wees niet bang, weg is Canaan. Ik heb een belofte voor jullie in Canaan. Het is heel lang. Jullie moeten niet bang zijn. God had een moed gegeven. Want ze zouden het zelf anders niet aankunnen. Halleluja. Amen. Amen. Dit woord is voor ons. God die moed gaf aan de kinderen van Israël, aan de Israëlieten, richting Canaan. Geeft dat ons vandaag ook moed. We weten dat we kinderen van God zijn. We zijn dienaren van God. Uiteindelijk willen we naar de hemel gaan. Amen. Uiteindelijk willen we naar de hemel gaan. Maar in de tussentijd, dat we niet naar de hemel zijn gegaan, zal er altijd gevecht zijn. Halleluja. Amen. Zal er altijd gevecht zijn. Met wie is die gevecht? Met je broeder of zuster? Nee, dat niet. Het gevecht die we dagelijks hebben, is met de duivel en zijn demonen. Waarom vecht hij met ons? Omdat hij weet dat wij gered zijn. We zijn uit zijn hel. Ze gaan ons niet loslaten. Ze gaan ons niet met rust laten totdat hij ons opgepakt heeft. Hij gaat ons niet loslaten totdat hij opgepakt wordt. Nu we in een nieuw jaar zijn, gaat hij ons. Betekent niet dat hij ons niet gaat aanvallen, maar dan gaat hij wel. Maar God zegt: wees niet bang. God zegt tegen ons vandaag: de eerste zondag van het jaar zegt hij dat hij niet bang moet zijn. Dat we moed moeten hebben. Hoe moeten we moed hebben? Door gebed, door het woord van God te lezen, door heilig te loven. Ja, dat is lopen in We gaan lezen in Joshua 1:9. Joshua, sorry. Joshua, chapitre 1, vers 9. Ik ga het alleen maar kort samen, die uiteindelijk ons gaat brengen naar onze thema. Joshua zag Charles Mukumba zo met Mukumba en zijn moeder. Charles Mukumba. Kilo. Ja, dankjewel. Verantwoordelijkheid. Dan gaat je maar kilo om het persie. De verantwoordelijkheid. Ja, maar kan maar per persie maar tegen kilo. De verantwoordelijkheid die hij had, was te veel voor hem. Hij zag het zelf. Want hij ging ook samen met Mozes bidden. De verantwoordelijkheid die hij had, was te veel. Maar God keek naar hem. Toen, zoals ik zei tegen Mozes, ik heb tegen Mozes gezegd dat hij moet behouden. En jij moet ook moed behouden. Ik ga je niet loslaten. Ik ga bij je blijven. Totdat jullie aankomen in het beloofde land. Halleluja. Amen. En ik wil ook zeggen dat de kerk van God is in Christus. We wachten. En la carrière en Colosso Christo. Colosso Christo Cosong. Belofte. Galatia Cosong. Hij gaat zo meteen terug. En attende. In de tussentijd, Jezus gaat terugkeren, gaat, zal het steeds gevecht zijn. Maar het ding waar God is, God wil dat we niet meer bang zijn in 2022. Hij wil dat we moedig zijn. Maar courage, mon frère, courage. Wees moedig. Wees moedig. Ton fronte 2022. Mais la carte de mon zambé. We moeten 2022 ingaan in de goddelijkheid.
Heel veel broeders en zusters in het woord van God. Maar kijk, ik zie dat in 2020. Ze denken dat ze 2020 omdat ze heel sterk zijn. Dat ze ze denken dat ze 2022 heel sterk zijn. Het is door God dat ze 2022 zijn. Daarom zeg ik het is niet dat jullie heel sterk zijn. Of dat jullie goed bloed hebben. Of dat jullie goed bloed hebben. Maar het is Zambe. Het is toch God. Die jou heeft gebracht in dit jaar. Hij heeft mooie dingen voor jou. Daarom heb je moed. Zal confession. Geloof in God. Amen. En bekeer je. Zodat de dingen die God voor jou heeft kunnen gebeuren. Hij zegt dat we moed moeten hebben. Ondanks de ziekte. Die is niet weg. Maar heel veel mensen dachten dat de ziekte of dat corona zou stoppen in 2021. Maar hij is ook hier in 2022. Dus we moeten niet bang zijn. Maar God zei dat hij jou niet zou verlaten. God zei dat hij hem had uitgekozen. Dat hij niet zou God had uitgekozen. Halleluja. Amen. Wij zijn kinderen van God. Door de Heilige Geest. God heeft ons uitgekozen. En zij in de nieuwe verbondenis. Jullie moeten in de nieuwe verbindenis. Zijn wij een gedeelte van het lichaam van de Heer. God heeft ons door middel van de Heilige Geest dat wij kunnen bekeren en kunnen lopen. God heeft ons de Heilige Geest gegeven en daarom zijn wij een kinderen. We zitten in zijn koninkrijk. We zijn te wachten tot hij terug is, dat ons kan ophalen. Daarom moeten we moed hebben. Dit jaar, dat we ons best doen, als 2020, als onze leven in 2021 niet goed waren, dan moeten we gaan bekeren. Waar het niet goed ging, dat het goed zou gaan. Dat we in 2022 met moed zullen lopen in de woord van God. Amen. We gaan een andere Bijbel lezen. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Hoofdstuk 16, 13. Ah, apôtre Paul. Hier gaat het over. Hij zal me encourager, dit zo. Toch garde foi, peut-être en la force. Yako, qu'on défendre pas, mon mon abus en ennemi. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Vraiment, Jean, la lingale au temps, il dit cela, 1 Corinthiens 16, 13. Amen. Bozalaka ekenge. Botika bondimite. Bozala bato ya solo pe bozala na makasi. Amen. Amen. Apôtre Paul. Apostel Paul. Azolo bande kona katse lingo ma Korinthe. Zeg hij tegen gemeenschap daar. Wat de bele. Hadden geen moed meer. Door de omstandigheden in de wereld. Ze waren in het koninkrijk van God. Voor de kerk. Want de kerk is het koninkrijk van God. De kerk en sanctificatie. Halleluja. L'église des saints. Alle kerken die Paulus heeft Want dan waren nieuwe mensen. Want dan waren nieuwe mensen. Want dan waren nieuwe mensen.
Apôtre Paul a dit non. Mais comment dit non? Comment dit non? Hoe kunnen jullie? Jullie bon dit Jésus Christ. Jullie die Jezus. Oh, dat is Satan. Die gewoon heeft. Oh, dat is een demon. Maar wat kan je kiezen? Je komt niet op angst aan die non. Maar ondanks dat. Wat kan je kiezen? Kom op iets aan die non. Het zorgt ervoor dat jullie moeten winnen. Apostel, die tijd. Maar apostel zei nee, dat kan niet zo. Hij ging zijn volk eigenlijk een beetje aanmoedigen. Hij heeft meer moed. Hou alle bangheid weg. Dat de duivel jullie niet zal bedriegen. Halleluja. Letter is aangemaakt. Bandini was aangemaakt. Een brief was gelezen. En Nee, ik kan pikken naar Gondima. We moeten gewoon even daarom, Albi courage. Bangade courage. Nelia Zalaki. Heb moed zo. Atalaki ma circonstance, banai kolandaye. Maar Zalaki na courage kolandaye, Seigneur Jésus. Houd moed zo, Jezus Christus. Voor Amerika van Dessus. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Ah, pour te parler que vous allez vigilant. Vous allez vigilant, vous kengé là. Paulus zei hier dat je moet oppassen. Bozal la vigilant. Bozal la condimana di non. Dat jullie moeten geloven. Kijk niet naar rechts en links. Maar kijk naar Christus Jezus. Die de duivel heeft overwonnen. En deze aanmoediging is voor jullie. We moeten niet kijken naar de bepaalde omstandigheden die zijn in 2002. Het verleden hebben we achtergelaten. We moeten alleen naar boven kijken. Kijken naar de Heer Christus. David al op in Psalm 71. Heel veel mensen gingen dood. Heel veel mensen die zijn ermee naar de kerk gegaan door bepaalde omstandigheden. Heel veel mensen zijn achtergebleven door bepaalde omstandigheden. Maar wij die in 2022 zijn, er is een hele lange weg. We moeten moed hebben. We moeten moed hebben. Heb geloof. Als je geen geloof hebt, dan ben je hier niet. Want de duivel is er. Hij is niet in 2021. Hij is ook in 2021. Hun hebben ook hun geluk gejaagd op een bepaalde manier. Halleluja. Maar God heeft ons beschermd. Gloire à Dieu. Prijs zij de Heer. Gloire à Dieu. Prijs zij de Heer. Met les mots. Applaudissements. Oui, tout en dans mukanda ya dans Jean 14 vers 7. Gaan lezen in Johannes 14:27. Mukanda Jean Johannes 14 vers 7. Johannes 14:27. Ah, toujours, tu as dit, il y a courage, encouragement. Bon, on va te faire un souci dans la première place. Alléluia. On va te faire un souci. Encouragez-vous. Bozala mite malikolo te, pe bombanga te. Boyoka kiete na lobaki na bino, na kei, aleluya. Kasi na kozonga epai na bino. Soki
bolingi ngai boko sepela pona zali kokene epaya tata papa ete tata aleki ngai amen hein, mama soko no wana merci mama awa Jesus Christo Heer is Jesus Christus ado pesa omdat hij naar de weg moet gaan, omdat hij, toen was hij nog op aarde. Halleluja. Wanneer is Christo toen was Jezus Christus nog op aarde. Met zijn leerlingen. En de mensen die hem gingen volgen, die van hem hielden. Zag hij dat de tijd aan was? Dus hij moest eigenlijk geloven geven aan zijn leerlingen, omdat hij terug moest keren. Want zijn werk was voldaan. Maar de leerlingen hadden heel veel verdriet. Ze hadden heel veel verdriet. Maar hij die voor ons vecht, hij die voor ons praat, wilt ons zomaar zo achterlaten. Maar wie gaat voor ons praten? Wie gaat voor ons vechten? Als de duivel nog steeds op deze aarde is. Halleluja. Jezus Christus zag hun harten. Ze hadden geen rust meer. En Jezus zal hen aanmoedigen. Alléluia. Amen. Dans le français, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ik laat rust en vrede voor jullie achter en ik geef het ook. Amen. Vandaag is Jezus Christus hier. Bij ons, door middel van de Heilige Geest, geef aan ons moed. Laten we die pijn weghalen. Heel veel mensen hadden pijn in 2021. Die pijn heeft ons eigenlijk geen oplossing gegeven. Amen. Die pijn heeft ons geen oplossing gegeven. Er waren verschillende problemen. Maar je hebt ook heel veel mensen zijn ziek geworden door bepaalde pijn. Heel veel die in 2020 Of mensen die zijn afgebleven in 2020. Hij zoekt de God waar hij moet werken. Als jij rust hebt,
Ja. Als je rust hebt, dan wil je... Kan hij geen plek vinden in jou. Amen. Dus ook op dat thema de courage. We praten over moed. De courage van 2020. Voor 2020. De weg is heel lang. Vandaag is het begin. Het is net als een trap, je moet de 12e verdieping. 2e verdieping is februari, 3e maart, etcetera. Maar je gaat heel veel obstakels zien. Meer courage. Maar je hebt dus moed. Zodat je bij de 12e verdieping kan komen. Heb moed, zodat je kan krijgen wat je aan je voorbereidt. Oui, et tant que nous candidats, mon dans le Seigneur Kende, nous avons Timothée, 2 Timothée 1 à 7. 2 Timothée 1 à 7. 2 Timothée 1 à 7. 2 Timothée, dans le chapitre 1 à 7. Ah, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez force. Alléluia. Maar die foto's aan mijn force. Zeg dat we kracht moeten hebben. Moet ik iemand kan bang. Iemand die hard rent. Waar komt mijn objectief naar je? Te komen waar hij staat. Aan corona zo zeggen. Ja, zo zeggen. Om een kroon of goud te krijgen. Maar kunnen we zeggen. Trofee zo zeggen. Of een trofee. Voor zijn courage. Courage ook iemand bang. Moet hij kracht hebben. En moet hebben. Alleluia. Voor zijn courage. Zijn een force. Je moet kracht hebben. Maar toch wat dit aan de maar jouer, kom maar zeggen, première division. Zij die de eerste. Na kampioen, kom maar zo. Kom maar zeggen, kom ze laten. Om een bepaalde prijs te krijgen. Ze moeten een kracht hebben en moeten ze trainen. Ze moeten moed hebben. Ja, convainc de adversaire naar bang. Om hun vijand of ja, hun tegenstander. Amen. Maar moet dan niet misschien gaan dan. We gaan het lezen in 2. Pomolimo oyonzambe akabela biso. Amen. Abangi saka. Abatute kasiye apesaka bisunguya bolingo pe mayeme. Koyoka na kutiliza. Tesuka kana na setwa. Amen. Amen. Awa apotre Paul azotinda mukanda na moye na kasi na konji Timotheus. Hier stuurt Paulus eigenlijk een brief naar Timotheus. Hij zegt Timotheus. Nee, ik in entourage na yo. Ik weet jouw omgeving. Maar moesalo ne mi ko sa van. En de dingen die je doet voor God. Na bande uzo kamba na kasi na konji ma. En de broeders en zusters die je eigenlijk hebt. En daarom moet dat zo tegen na. Zijn de vijanden die tegenover je zijn. En daarom moet dat zo tegen na. Waarom na bilan zela? Zijn vijanden die jullie eigenlijk weglaten. Zodat jullie geen doel hebben. Maar apotre Paul had een bande van zij en God. Moet mo santo o mi. De heilige geest die jullie hebben. Moet mo santo o zo sanya. De heilige geest die jullie hebben. Het is geen geest die heel bang is. Amen. Amen. Het is geen geest die heel bang is. Van de heilige geest van God. Als de heilige geest van God in hem zit. Is God nog in hem. Als jij God in hem zit. Waarom ben je dan bang? Halleluja. Amen. Timotheus. Hij zegt Timotheus. Waarom ben je bang, bang? Want voor de dagen zijn demonen. Maar dan maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Kom ik aan daar. Zal ik niet aan daar. Blijf vasthouden aan de Heer. Zal ik niet aan daar. Blijf vasthouden aan de Heer. Zal ik niet aan daar. Blijf geloven in de Heer. Laat God niet los. Halleluja. Amen. Message comme à qui le pas Timothée. Je suis là qui est en train de se révéler. Alléluia. Et comme message, on va aller voir la mission. Un stand du boodschap komt bij Timothée. Azalaki moi en ensemble, nous sommes ensemble. Timothée was een kind van God. Azalaki membre d'accord de Christ. En hij was een gedeelte van membre d'accord de Christ. En wij zijn dat ook. L'être hier dans l'apôtre Paul. Maar de schoenen moet via Paulus door middel van moet de Heilige Geest. Dat hij gegeven heeft. Het gaat over iedereen. Maar we moeten een maîtrise de soi. Tot aan de komikant. We moeten vasthouden aan de Heer. We moeten vasthouden aan de Heer. Wees niet bang voor de duivel. Wees niet bang voor de duivel. Maar we kunnen 2022. Ah, toch, toch, we hebben hem Als je houdt van je Satan gaat de duivel jou niet kunnen pakken. Het is geen geest die heel bang is.
Heel veel broeders en zusters waren bang in 2021. Ze waren bang om iemand eigenlijk te gooien. Om bij iemand te eten was ook een probleem. Zelfs huilen was een probleem. Halleluja. Amen. Maar God zegt tegen ons dit jaar. Moeten we vasthouden. We hebben de Heilige Geest in ons. We moeten niet kijken naar de omstandigheden. Maar we moeten vasthouden aan de Heer. We moeten laten dat we vasthouden aan de Heer. Wij zijn allemaal kinderen van God. De geest die wij hebben is niet die bang. Heel veel mensen zijn bang, zelfs voor een visbeetje. Ook voor een visbeetje. Er mag niet eens een muis komen. Halleluja. Ook het ding wat God heeft gemaakt. Ondanks dat hij daar in kan komen. Hij is goed in jou. Hij gaat je niks kunnen halen. Het is gewoon vasthouden. Vastklemmen aan de Heer. In ons huis. In onze gemeenschap. Om te houden van God. We moeten vasthouden aan het gebed. We moeten kijken wat God. We moeten wachten en kijken wat God heeft. Amen. God is goed. Ik hou van de Bijbel. Psalm 17 naar 14. Oh. Dat is van David. Oh, David. Hij houdt van David. Psalm 27, 14. David had confiance. David had heel veel Halleluja. Vertrouwen. David had heel veel vijanden. Maar hij had vertrouwen op God. Psalm 27 naar 14. Psalm 27, 14. Had heel veel vertrouwen op God en heel veel. Halleluja. Als alle kinderen confiance, met patience. Had heel veel vertrouwen en heel veel. Wat hebben jullie zo? Tia en Likia na Yahweh. Zala molende ya solo tia elikia na Yahweh. Zala makas. Amen. Amen. David a son recommandé biso. David wij die kinderen van God zijn. Wij die de geest van God hebben. Wij zijn de kinderen van God en de dienaren. We moeten alleen vertrouwen hebben op God. Halleluja. Amen. Zien wij het werk van God, van Jezus Christus niet uitkruis? Wat zei Jezus? Alles is volbracht aan het kruis. Alles is volbracht aan het kruis. Hij heeft alle kracht, alle autoriteiten, zeg maar, die de duivel had. Pouvoir, puissance. En hij heeft dus nu alle kracht en macht. Wij zijn leerlingen. We weten waarom we houden van Jezus Christus. Iedereen die een gedeelte is van de heeft kracht. Onze autoriteit. Heeft de autoriteit. Onze puissance. En kracht. Alleluia. Misschien weet je dat niet. Daarom kan je niet vasthouden. Je bent zomaar bang. Toen de Heilige Geest Ze waren eigenlijk gewoon. En dan was het
Saint-Esprit qui t'a gagné. Maar het de Heilige Geest. Pensez comme ma casse. De Heilige Geest. En dat zorgde eigenlijk ervoor dat zij tijdens vast hadden. Daarom kunnen we bij Stefanus. Hij was niet bang om hem te doen. Maar de Heilige Geest was in hem. Was ook in hem. Dus hij was voor niks bang. Hij antwoordde bij mij vis-à-vis. Hij ging ze gelijk zijn antwoord. Mensen doen. Halleluja. Maar wij. Dat is van die boy. Nu we hier zo zitten. Toen moet ik moeten we ook jou. Dan zien we opeens dat iemand komt. Halleluja. Amen. Ayo, ga ik in zakken om dit op te zetten. Amen. Als hij zegt van ik heb corona, zouden we allemaal vluchten hier. Halleluja. Amen. Dat is een triste show. We moeten vastklemmen. De Heilige Geest die wij hebben. Maar is het geest die we hebben gemaakt? Hij is overal. Dat we gewoon vasthouden en vast blijven. Amen. Daarom. Tem de courage. Is onze moed, is onze. Als God zijn boodschap. Is het om ons te helpen? Is het om ons te helpen? En zo is het aan Maar wij kinderen van God, als een gedeelte van het lichaam van Christus, heeft Jezus ons rust gegeven die niemand ons kan geven. Amen. Amen. We moeten kijken naar voren en naar de toekomst. Verleden moeten we vergeven en kijken naar... Dat betekent niet dat we... Als we kijken naar de toekomst, moeten we niet gesloten zijn, maar open. De duivel is er en de demonen zijn er ook. En zij zijn niet rustig. Het is niet dat ze niks gaan doen. Zij hebben hun plannen ook. Ze zijn bezig met hun plannen om ons aan te vallen. Maar wij moeten ons kunnen verdedigen. Daar gaat het over geestelijke pistolen. Als je kijkt naar Efeziërs 6 Paul. Door de openbaring die hij had gekregen van de Heilige Geest, had hij gezien hoe iemand zich kan verdedigen. We hebben geestelijke pistolen eigenlijk, waardoor de duivel niet dichtbij komt. We moeten ook geestelijk zijn. Amen. Lisa lisi ya molimo mo santo esa na bino nyonso. Amen. Amen. Papa, vous l'étendez le soir en français. 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13. Bandeko na kanisi
Toki, Mongomo Nanzambe, Nanisunia Molimo Santo. Oh, de stem van God door middel van de Heilige Geest. Bankourage die zo. Ze hebben ons aangekondigd. Hoe moeten we lopen dit jaar? 2022. In 2022. We wachten tot de terugkeer van Jezus Christus. Maar de dingen in de wereld zijn nog niet voorbij. Problemen zullen komen. Maar we moeten alleen kijken naar Jezus Christus. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Malgré que Ngolo Nzambe, le Saint van God, Ngolo na Yesu Masia, genade van God, en de liefde van God, moet met ons allen zijn. Amen. De genade van de genade van Jezus Christus en de liefde van God, dat het met ons zal zijn in dit jaar, in 2022. De Bijbel zegt, de genade van de Heer en de liefde van God, dat het met ons zal blijven in 2022. Als de genade van God op jou is, is hetzelfde als we thuis zijn. Als het zal regenen, wij zijn beschermd. We zijn in ons huis. Als het gaat regenen, zal het ons niet raken. We hebben een bescherming. We hebben een bescherming. Halleluja. We moeten kijken naar Jezus Christus. En de genade moet ook boven ons zijn. Zodat we niet bang zijn. Ondanks van, het maakt niet uit of er een andere fout komt. Amen. Kijken naar Jezus Christus. Dat we moeten moed hebben om Jezus Christus te hebben in 2022 voor alles wat ze komt. Amen. Amen. Kijk naar je leven, ik zal ook kijken naar mijn leven. Dat God jou gelooft helpt, dat de Heilige Geest niet aan Jezus Christus laat, dat de genade van God bij je is en zijn kinderen, bij je kinderen. Amen.
biso gombo esika bauti. Ze gaan ons hun naam geven en waar ze vandaan komen. Ik ben Simon, ik ben in Zwitserland. Ik ben een belsteer van mijn mama en Nono. Amen, hè? Amen. Ik ben in de Bolaniso, ik ben in Simon, ik ben in Couple. Mama, ik ben in Bolaniso. Naomi. Ah, papa Simon, mama Naomi, ik ben in Zwitserland. Ik ben in de Couple, ik ben in Pastoral, ik ben in mama en Nono. Amen, hè? Amen. Ik ben in mama en Nono. Amen. Ya la joie, ya la joie, ya la joie, la montagne, ya la joie, ya la joie, ya la joie, ya la joie, la montagne, ya la joie, ya la paix, ya la paix, ya la paix, la montagne, ya la paix. Au nom de Jésus, ça va. Assemblée des saints, Congo Nango, Assemblée des saints Christ et Emmanuel, Assemblée chrétienne Emmanuel. Amen. Amen. Ce que vous avez dit, la Suisse, c'est que vous avez dit, l'Assemblée chrétienne Emmanuel. Nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, amen. 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 Shalom, shalom. Ok, Zambé, la grâce et la faveur, nous a permis de vous dire, nous avons dit, nous avons dit, d'abord, Zambé wana zoloku, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Toyebi l'année 2021, dingue les cas qui n'ont pas de turbulence, mais Dieu nous a fait quand même grâce. Mingi tout ça, il n'a pas besoin de nous mourir. Tu as dit Zambé wana kumbisama. Zambé wana abatte la kiyo en 2021, abatte la yosu en 2022. Nous prêchons un Dieu qui est vivant. Nous adorons un Dieu qui est vivant. Notre Dieu n'est pas Dieu de mort. La Bible déclare, petits enfants, ne vous craignez pas. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Il bon de l'anglais arrière, il dit, du Psaume chapitre 34, le verset 5. Il dit, quand on tourne vers lui, le regard, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Amen. Tourne tes regards vers Dieu. Tout tombe la vie, je ne sais pas en Zambé. Ce que vous avez dans ma voix, tout en brillant la tristesse en 2022. Année Oyo, bien-aimé dans le Seigneur, tombe la camisse de Panzambé. Tu seras rayonné de joie. On te voit dans la langue. Sony, Kofinga, Kochola, Mawa. Au moins, il y a un Congo. Tu as un problème pour les bandes. On a dit parti, mais on a dit que tu es malade. On a dit que tu es malade. Amen. Tu as dit parti, il y a un problème pour les gens. Mais Bible lobby, quand tu tournes le regard vers moi, tu seras rayonné de joie. Ma prière est que Père de gloire, ma sœur qui est présente, ma sœur qui est présente, Yahweh, nos regards sont tournés vers toi. Que le tika est tristesse à mon corps, mon corps changé. Et comment essayer dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Là où il y avait des plaies, que la plaie change comme la joie. Amen. Là où il y avait des échecs, échecs que l'on voit comme la réussite. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a qui m'est en acquis, qui m'est compte en combo à Jésus. Amen. Le bas pour l'enzambé, pas de l'endécomoco dans mon corps. Zambé, mi moni, ça m'a pas se glorifier la fin à yo. Tambo la lessengo. Et ce me tonne de mon thème en open à le bot à yo. Amen. Vive la vie. Tourne les yeux vers l'éternel, tu seras protégé. Comme David a dit, élève les yeux vers l'éternel, d'où viendra, vers la montagne, d'où viendra notre secours. Notre secours viendra que de l'éternel, amen, qui amen. Fait les cieux et la terre. Bien aimé dans le Seigneur, dis qu'on n'a pas dans le secours, n'ayo. Dis qu'on n'a pas dans la protecteur, n'ayo. Vive la vie, l'éternel, Dieu est ma barrière. Amen. Il est le soutien de ma vie. Amen. Il est ma lumière. Zambé a dans l'angle de Misabomu na yo, Zambé Peso et Sengo, Zambé Tamboula na yo, Boutoulamo il a année où il y a 2022. Et dans l'année d'espoir, année de réussite, il y a victoire. Kole la naïe changé dans la lobby, un combo la Yesu. Amen, amen, amen. Et comme la Sengo, dans le nom de Jésus. Amen. Dès que Zambé Pamboula l'église à Remain, l'église il y a Emmanuel, Zambé Pamboula diacre moko, diagonèse moko, Moussel en Zambé moko, maman moko, papa moko, moana moko. Vous allez béni dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. 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 Zambé, Tata Nabisson.
komina yo elobi oyo yo semina loboko moto moko te akoyi kobotola yo. Amen. Nzambe na bonde yo na kombo na Yesu Kristo oyo azali mobateli na biso. Seigneur, si ma le bon moment n'est pas bon. Il y a Emmanuel à l'époque, on a eu un tambour. Amen. Moïni a Simba, mon ton nom. Nom de Jésus. Moïni a Boko, mon ton nom. Nom de Jésus. A Kombo, la Esprit. Nom de Jésus-Christ. Mon canal à Colossiens, chapitre 3, verset 3. Bibliye lo biye ba fina bino ezali caché na Yesu. Amen. Et Yesu na kati na nzamba. Amen. Tika bo moya moko na moko. Na kati na assemblée na biso. Na ba ndeko na biso toza na bango na kati na esika ngo. Bo moya moko na moko e bomba ma na kati na Yesu Kristo. Boza la ba intouchable na moko. Amen. Boza la ba infisible. Amen. Monguna amona bino te. Oya ko luka bino na puto. Ako luka bino na moyi. Akutana na ye moko na kwanza Yesu. Nom de Jésus. Nom puissant de Jésus. Nom de Jésus Christ. Bon de rien à la bino. Amen. Ngolo na nzambe. Grâce à ta. Eza le glo. Kolo ya moko na moko. Amen. Nyon se simba mena grâce à nzambe. Oyo yo o luka ki na 2021. Sika ngolo na nzambe le kolo na yo. Eko kisa. Na kombo na Yesu Christ. Nom de Jésus. Wana ne li bon de rien à la. Bon assemblée mon bino. Amen. Allez, on va là, Jérémie 33, verset 6. On dit, je m'occuperai de toi. Comme on s'occupe d'un blessé. On va se mettre à Zoki. Et on va au poteau. Pour t'avoir grave, tu vas me marier dans ma soeur, t'as dit, il va y avoir. Mais ce qu'on nous a mis, c'est la mort pour la bonne. Abi, je te guérirai. Par le but, ta maison sera en paix et en sécurité. Amen. Les gens ont dit nous allons. Nous avons parlé de la yo, la psaume 91, que mon toit bombani na ombre naie, à la sécurité totale. Amen. Peine nous avons parlé forteresse là. Ça dit et à la gauche, et à la droite, et à la nord, et à la sud, et à la licolope nasé. Il y a des forteresses. Nous sommes à la porte. Jamais. Et nous sommes à la porte. Nous sommes à la porte. Amen. Le coup de la pandémie qui est au code de 2022, il connaît tout. Il sait tout. Sortez la Bible, il va commander 365 fois. Mais nous sommes à la porte, il connaît tout. Il sait tout. Amen. Oh, nous sommes à la porte. Oh, nous on va kandisaka, on va le gakosala, nan voula oyo. Le gars bâti, il faut que tu aies courage. Parce qu'il connaît tout, il sait tout, na combo des okés. Amen, amen, amen. Quand on a dit, le bon de Nanga Zali, Zala moutou ya prière. Amen. Pèse la moutou à autant la parole. Amen. Prière, Zali fumo la, ou elle est pas fouillée, on soit la pouvoir. Alléluia. Nous avons pas moulé, on a combo des okés. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, shalom. Amen. Naye ko pambola bino, naye ko pambola nzambe oyo apesi biso souffle de vie lisusu. Toko tambula oyo. Depuis 2020, to bandaki na problème oyo ya coronavirus. To yebi ke nzambe apesaki biso ba message. Soki to yebi yango lisusu te nzambe alobaki na biso, na konte na basoda nyonso tchaki pembeni na ngai. Mokote azangaki. Nzamba yebisaki biso tolobaki yango ke okokonte na libota na yo, okokonte na eglise oyo. Corona oyo evivre te, nzamba za na biso mokote akozanga. Naza koloba na lokola mowumbu na nzambe. Kaka ndenge nzamba yebisaki biso, kaka nde tozo kontinye na yango. Kasi, nzambe na biso oyo aza na lola, ayebi yango. Loba nzambe wana, prière nanga yezali zambe. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Na kota tola na kabona nzambe. Nga na kokufa te, na ko vivre. To yebi ke soki bandeko na biso misusu bakufi, ebele to perdre ba être cher na circonstance oyo ya coronavirus. To leki bango na bosandu te.
toleki bango pena bo sambete soki za ane ya ba prodige eza la ane ya victoire eza la ane ya témoignage eza la ane ya makambo a minene po na bo biso na kombo na Yesu Masia. Amen, 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 amen. Nzambe na bondeli na kombo ya mokonzi Yesu Kristo kolandisa nyonso oyo basali na yo bauti kobondela katika na esika oyo tika ete benediction ezala partage na bino ane oyo bobika loboko na nzambe lolenge bobika nanu te kobanga te mpona banguna na yo nyonso. Moïse alobi epai ya bana ya Israel ke banguna oyo bozomona ba Egyptien oyo bokomona bango lisusu te. Amen. Metango babanda kokatisa ebale Biblia elobi na nga bana Israel bakoti me na suka pe kuna ba Egyptien bakotaki bango mpe babandaki kokatisa na bango me a ma grande surprise bango oyo nyonso bakatisaki ngambo ya Baisraelite bakomaki na ngambo ba misusu bazindaki na kati ya mayi kobanga te mpo banguna na yo bakoti ya neo ya ensemble na yo kobanga te mpo banguna na yo balandi yo na nsima eloko moko nga nayebi mayi wana oyo bango bakoti eza domaine ya molimo oyo esimbami epai ya papa na biso bango nyonso bakozinda na nkombo ya Nkolo Yesu Kristo mpe yo okokatisa na ngambo mosusu okotatola mpe okoganga okolobaki nzambe na yo sana bomoi oyo asalaka makambo oyo bato bakoki kosala te banguna na yo mabulu oyo nyonso bazotimola ata bamoni ke yo ozokende na direction wana bamosusu bakomi deja kobina bamosusu bakomi deja kosepela me kosepela na bango wana kobongwa na matanga po ete bango moko nde bakozinda na mabulu wana loboko na nzambe kozala likolo na yo bakoluka yo mpe bakomona yo te oyo nyonso bakokanisa ya mabe likolo ya vi na yo ekozwa esika te na nkombo ya mokonzi Yesu Kristo po ete oyo abatelaka biso nkombo na yo Yoshua Mashia aza lolenge moko lelo lobi mpe bileko nyonso na nkombo na Yesu Kristo na bondeli bongo amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. To bedi les maboko. To tele mi biso na sotu po na tokolo zire. Bayanga na biso lelo. Yo Yahweh. Yo l'occupation de la mission de Zambé. Ce que c'est là qui est la bagasse de la mission, mais tu as commencé le cicatrice de Zambé. Zambé, dans le souvenir de mon santo,
Molimo no la musa ki biso na tongo. Molimo santo bete ki ngoma na mitema na biso. E pesa ki so makasi, posa ko ya kokumbisa yo. Posa ko ya koyoka nzambe. Ya mona tambula ki na biso longo. Na ba mwana este transport, pe na ki so na sika. Nzambe merci. Madame la biso fe kota na sika, présence aux années de 4 le siko. Kolo olobili biso, anzela banzembo. Olobili biso, nanzela mandanda. Olobili biso, nanzela parola yo na libile, ilisa ba ane na biso. Kolo obandaki na biso, okobaki na biso, peto komi na ngonga oyo, tosisi manga na biso, pote kozongo na bandako. Kolo, malobale zali kota lisangai, muto moko te, akoya na presence na zonga na lenga yaki. Tondimi sami tozali beni. Bande konaka basi, toki bali tozali beni. Amen. Ya mwana nzambe. Tokomi na tango oyo, tonto tika tika oyo. Ma yo tika kabala na ote. Ndengo yaki na biso pe kozonga na biso. Nalo to limite na sala nzambe. To aliko tinda moto na yaki na kozisa bisama sa satana. Ba mitambo nyonso ya monde tenebre, monde abandonu. O ba kotia ba nzela, ba file na makulu na bamoto kundiango na kombo na Yesu Kristo na zaka. Ya wami tuke kuzonga sa biso bandako za ba protege. Ba kilango na Yesu fini kamo nzambe. Ya wami na to komi na bandako na mesote nkolo. Ba planu sa mwona satana ba planifiye. Na ba ponta ba ndako na biso to tinte makile netwa yango. E kombo la mwona kombo Yesu Kristo. Pourtant, on doit comme qui me fait le parce qu'on doit faire comme on a. La salle de déclarer, mon on a dit que c'est moi, n'a pas envoyé la présence d'ailleurs, pour la présence, non, pas de la nuance, pas de la bosse. Colombe, on a dit que.